We gaan het hebben over Sepang, ja. Maleisië. Ja. 19e keer, laatste keer. Ja. Eerst even naar Max, want je was erbij. In Singapore. 2 weken geleden. Ja. Hij ging in een rechte lijn richting... De eerste bocht. Niets ging die. In de richting een uitvalbeurt, ja. Weer. Ja. Ja. Nee, ja, de sandwich tussen 2 Ferraris. En over de schuldvraag kun je heel lang twisten, maar... 7 uit 14. 7 uit 14 keer uitgevallen, ja. Het is echt, dat zijn desastreuze cijfers eigenlijk. Ja. En dan ga je stemmen lezen op internet van... Kan die jongen het wel? Ja. Is hij niet te jong? Ja. Mist hij niet de ervaring? En wat denk jij dan? Niet geremd door enige kennis van zaken. praat men heel veel altijd. Ja. Maar nee, dat heeft niets met Verstappers kwaliteiten te maken. Niets. En al ga je terugkijken naar de keren dat hij uitviel door toedoen van een ander. Dus op de baan. Ja. Dan kon hij daar niks aan doen. Nam ook niet buitensporig veel risico. En de andere 4 keer viel zijn motor uit. Nou ja, het is niet zo dat hij die zelf uitschakelt of zo. Dus nee. Niemand binnen de Formule 1 twijfelt aan zijn gigantische talent. Niemand. Ja. Niemand bij Ferrari, niemand bij Mercedes, niemand bij Red Bull uiteraard. De goede tijden komen er echt nog wel aan. En ja, ik had gehoopt dat hij dit seizoen nog een race zou winnen. Dat had dan eigenlijk in Singapore moeten gebeuren. Maar de goede tijden voor Verstappen en voor de Nederlandse fans, die komen echt nog wel. Ik wilde eigenlijk afgelopen weken de popcorn erbij gaan pakken. Hè? Spanning, sensatie. Ja, ja. Maar het is voorbij. We kunnen eigenlijk zeggen, Hamilton... gaat met vlag en wimpel slagen. Ja, zijn 4e wereldtitel. Ja, die komt nu wel heel dichtbij. Natuurlijk, het gat is 28 punten. Maar let wel, dat is een meer dan wat je krijgt voor een raceoverwinning, de 25 punten. Ja. Dus er moet echt heel wat gebeuren met Hamilton. En er moet heel wat gebeuren met Vettel wat betreft prestaties. Ja. Hamilton lijkt nu gewoon ook qua prestaties wel echt in het voordeel. Hoewel natuurlijk op Singapore Ferrari eigenlijk sneller was. Maar dat is dan weer een baan die helemaal anders is dan wat we nu nog gaan krijgen. En daar is Ferrari eigenlijk nergens meer... overduidelijk in het voordeel ten opzichte van Mercedes. Ja. Waar dus, Vettel eigenlijk op wacht is bijvoorbeeld aanstaande zondag... dat Hamilton wellicht uitvalt en dat hij naar 1 kan rijden. Ja, dan, als hetzelfde gebeurt als vorige week, alleen dan in omgekeerde volgorde... dan ligt de titelstrijd weer helemaal open. Ja. En vorig jaar stond Hamilton hier in de race inleidende positie... langs de baan met een rokende motor. Dus Vettel zal daarop hopen. Want echt op de baan puur technisch, punten technisch hem nog inhalen... Daar moet er heel wat gebeuren. Een heel klein zijstraatje nog. Er is nog een scenario, namelijk dat Bottas, onze grote vriend van Mercedes, over Vettel heen gaat. Dat kan ook nog. Ja, nou ja, Vettel die liet in Singapore zien dat hij niet altijd goed in de spiegel kijkt. Maar hij moet nu toch in de spiegel gaan kijken. Want Bottas komt eraan. Die presteert natuurlijk ook gewoon best goed de laatste tijd. Ja. Dus wordt er nog een hele interessante strijd om de tweede plek misschien wel. En dat Hamilton dan gewoon fietsend naar de wereldtitel gaat. Gaat u op het puntje van uw stoel zitten. Want je bent net terug uit Singapore. Ja. Jij stond in een steeg ergens in die... Kuchende man in een parkeergarage. In een regenjas. Ja. En wat is jou verteld? Nou, het zijn geruchten natuurlijk. Maar als je gewoon de puntjes aan elkaar verbindt... Dan moeten we er misschien rekening mee gaan houden... dat Red Bull Racing en Red Bull als bedrijf... zich op den duur wel terugtrekt uit de sport. Dat kun je alleen al zien aan het feit dat Toro Rosso... het B-team van Red Bull nu in principe in zee is gegaan met Honda... Misschien dat Honda dat in principe uiteindelijk wel overneemt. Dat hele team. Die geruchten gaan. Het zijn ook allemaal geruchten. Ja. En Honda gaat dan in 2019 waarschijnlijk ook de motoren leveren aan Red Bull. Maar Aston Martin komt daar ook in. Die zijn in een titelsponsor van Red Bull Racing. Nu hebben ze dat eerder gehad met Infiniti. Maar dit is wel een ander soort titelsponsor. In de zin van, die willen uiteindelijk ook motoren gaan leveren. Ja. En misschien willen ze wel het hele team overnemen. Geweest maar daar. Ja, dat gaat in ieder geval niet voor 2019 zijn. En nee. In 2018 komt dus wel bij Ferrari, Raikkonen, als bij Mercedes, Bottas, een zitje vrij. En dan is Max Verstappen zijn contract afgelopen. Dus er zijn nog allerlei opties. Andere nieuwtjes? Zijn er dingen die het vermelden waard zijn? Nou, we hebben een nieuwe coureur. Pierre Gasly, Red Bull talent, Fransman. En die neemt stokje over van Daniel Kvyat. Eindelijk, zou ik erbij willen zeggen. Ja, wat is het toch met die jongen dat hij zo verguisd wordt? Nou ja, hij was onder andere in Oostenrijk de verantwoordelijke voor het feit dat Verstappen daar uitviel in de eerste bocht. Nou, overkomt iedereen dat wel eens. Maar Fiat is wel erg vaak bij dat soort incidentjes betrokken. En in Singapore zette hij zijn auto ook weer als eerste riant in de muur. Ja. Dus, het is de tweede keer dat hij vervangen wordt. Hè? Bij Red Bull moest hij plaatsmaken voor onze Max. Ja, en nu voor Gasly. Dus... moet je concluderen, einde verhaal. En eigenlijk had het natuurlijk ook al zo kunnen zijn... nadat hij weg moest bij Red Bull voor Verstappen. Maar hij kreeg een tweede kans bij Toro Rosso. Maar hij zit daarnaast Carlos Sainz en die is gewoon beter. Dus dan is het afgelopen. Doen we een natte of een droge voorspelling? Laten we ze allebei doen. Gewoon. Allebei? Ja. Begin even met de droge voorspelling. De droge voorspelling heb ik op de 3e plaats Bottas. Doet het goed. Mercedes verwacht ik sterk op Sepang.
Dus Bottas als derde. Vettel blijft weer in het kielzog van de uiteindelijke winnaar, waar we zo bij komen. Maar Vettel op de tweede plaats. Ja. En Hamilton gaat waarschijnlijk gewoon winnen. Want, ja, Mercedes... had ik niet verwacht dat je Hamilton opeens zou zag ik niet aankomen. Nee. Ja, kijk, dit circuit is qua layout wel vergelijkbaar met andere circuits waar Hamilton dit seizoen gewonnen heeft. Zoals Spa, zoals Silverstone. Dus het enige wat nog grote kans. Ja, alleen de temperatuur kan nog een rol spelen als Ferrari de banden in de hitte beter voor elkaar krijgt dan Mercedes, wat al een paar keer gebeurd is, dan kan het anders zijn. Heb je ook een regenvoorspelling? Ja, dat is altijd lastig natuurlijk, maar Hamilton is gewoon in de regen dit jaar de god, laten we wel weten. Hier de meeste. Ja, dus die gaat dan ook winnen. En dan verwacht ik wel dat Verstappen even op derde plaats kan afsnoepen. En dat er 80.000 mensen zitten te kijken die een keer een podiumplekje willen weer voor Verstappen. Ja, dat we als Nederland verdienen we wel weer een keer een podiumplaats. Dus laten we hopen dat het niet met bakken, maar redelijk uit de lucht valt. En dan, heel goed. We moeten vroeg opstaan, hè, begrijp ik. Nou, voor veel mensen is 9 uur een hele normale tijd. Maar ik lig nog ergens in bed, hoor. Maar op zondagochtend 9 uur is de start, ja. Dus dan, dat is even vroeg de wekker zetten. Goed zo. Volgende week zijn wij weer terug met de Grand Prix van Japan.